De Nationale Assemblée heeft de recente roofovervallen op enkele scholen in het zuiden van Paramaribo veroordeeld. In een periode van 1 week zijn enkele scholen van het gebied het doelwit geweest van roofovervallen. Aan de minister van Justitie en Politie hebben enkele leden gevraagd om de surveillance rond de scholen op te voeren, alles goed in de gaten te houden en de veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten te waarborgen. Wat vooral onze aandacht op dit moment heeft, voorzitter, is de tweede schoolroof die heeft plaatsgevonden. En dat houdt ons op dit moment even nog bezig. Ik hoop niet dat er een panieksituatie ontstaat. Als ik via u aan de regering of naar de regering kijk, dan zie ik dat zowel de minister van Onderwijs als de minister van Justitie en Politie hier aanwezig is. Ik zou heel graag via u aan de regering willen vragen, voorzitter, dat voorlopig misschien de surveillance in de buurt van de scholen verhoogd kan worden. We hebben een scholencomplex aan Zorgenhoop, we hebben een scholencomplex op Quatta en dergelijke, maar dat er nu vooral gekeken wordt naar de omstandigheid en wat er zich daar plaatsvindt. Ik weet niet eens of het gaat om iets dat georganiseerd is en die gewoon daar geëxecuteerd wordt op verschillende scholen. U weet hoe het aan toe gaat, nu we de verkiezingen naderen. Dus ik vraag dringende aandacht via u van de regering om de surveillance daar te verhogen, in de buurten van de scholen te verhogen en te zorgen voor de nodige veiligheid van de leerlingen, de studenten en ook de leerkrachten, voorzitter. Ik dank u van harte. Ja, bedankt, lid Abdul. Laat me zeggen, ik ben blij dat u dit punt hebt aangesneden, omdat ik zelf na ook aandringen via WhatsApp, u weet hoe dat allemaal gaat, die aantekening heb gemaakt dat we er dringend aan gaan besteden. Dus ik wil onderschrijven wat het lid Abdul zegt. We hebben hier Sint Cecilia School, VOJ Hockey, HPG Latour. Binnen 1 week is dus de rapportage. En we hebben ook nog een andere school die de vorige week is getroffen door, noem het maar, deze vrij ernstige aanval van roovers. We veroordelen dat zonder meer. Het zal waarschijnlijk wel een bende moeten zijn, want ik geloof niet dat plotseling individuen zouden opstaan. Van waar dat komt, hoe dat is georganiseerd verder, dat laten we voor het onderzoek. Maar minister, we vragen u dat, ik denk dat u al daarmee bezig zult zijn, maar vanuit deze zaal, vanuit onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiging, vragen we dus wel dat er ernstig wordt opgetreden. Er is genoemde surveillance die moet worden opgevoerd, dat is 1. Maar natuurlijk kijken we ook uit naar de inlichtingendiensten die verhoogd aan het werk moeten gaan. We kijken ook naar de tips en we vragen ook de samenleving van deze plaats uit. Dus alle informatie die kan leiden tot het oplossen van deze zaak, om die tips ook te delen met de politie en met de autoriteiten, zodat er hard en duidelijk teruggeslagen kan worden. Want dat is waar het om gaat. We leven mee met de leerkrachten, de leerlingen die getroffen zijn. En wij garanderen u dat wij, en dat is een zaak die zeker op het bord ligt van de minister van Justitie en Politie, maar dat we van hieruit de veiligheid met elkaar voor u en alle andere scholieren in de omgeving en in het land zullen garanderen. Dus ik benadruk en onderstreep deze zaak. Ten aanzien van hetgeen dus dat het lid Doekie eerder naar voren heeft gebracht, moet ik u mededelen dat het geval van gisteren te Latour omstandig wordt onderzocht. Dat van vanmorgen is reeds gebleken dus dat het om een zwerver ging. En gelijk na de melding gisteren is de surveillance zowel onopvallend als opvallend verhoogd. Voor aanvang van de schooltijd, tijdens de school en ook na school, wordt er dan driftig gesurveilleerd. Niet alleen op de locatie waar de gevallen zich hebben voorgedaan, maar aanvankelijk bij alle scholen. Ja, de surveillance is daaromtrent verhoogd.